Maken door de kleinkunst en de Nederlandstalige muziek van de laatste jaren. We brengen zo'n stuk of 10 nummers en daartussen brengen we eigenlijk allemaal verhalen. Dat zijn verhalen die of misschien een klein stukje over mezelf gaan, maar meestal niet. Of bijvoorbeeld mooie gedichten die aansluiten bij zo'n lied. Of mooie toneelteksten. Er is een heel mooie monoloog bijvoorbeeld uit Voorjaarsontwaken dat daarin zit. En ga ze maar door. Dus eigenlijk proberen we gewoon de poëzie, de kleinkunst en het toneel zo naast elkaar te leggen. Daarbij nog wat grapjes tussendoor. En dan krijgen we hopelijk een soort van geanimeerde voorstelling. Dat is eigenlijk het idee. Wat vond je van de voorstelling? Absolute moeite. Heel goed. En zeer zeker een aanrader. Een lieve voorstelling, warme voorstelling. Af en toe een keer uit een bocht, uit een band zo. Een keer grappig, een keer leuk, maar warm. Keigoed. Ik heb daar ontzettend van genoten. Ik vind het een hele mooie liedjeskeuze. Hij brengt het op een ontzettend grappige, ontroerende manier. Ik vind het een fantastische avond. Het is een man met zoveel warmte in zijn lichaam. Heel veel talent. Zeer aangenaam, plezierig om volgen, ontspannend en toch ontroerend. Zijn spelen met zijn stem, dat raakt iedereen. Echt mooie gekozen teksten. Ja, teksten waren heel, heel mooi. Ja, echt goed. Fantastisch. Ja. En ik ben u, dan is het.